Je kan een crisis niet vaak genoeg oefenen. Je leert er toch weer van en even heb je in het begin iets van glimlachend van het is niet echt. Maar je weet gewoon dat op een gegeven moment alle input toch zo geleverd wordt dat je echt wel in die stand komt van nou, het moet zo. En laten we wel wezen, hoe vaker we oefenen, hoe meer we daarvan leren. Van onszelf als organisatie, voor onze hele organisatie, maar ook wij als college. En ook met onze communicatielijnen. En nou ja, we hebben eigenlijk een heel jaar heel veel crisismomenten gehad met corona. Dus het grappige was ook wel, onze crisisorganisatie bestaat een deel van mensen waar we veel met corona hebben geschakeld. Dat die zo op elkaar ingespeeld zijn, dat je ook echt wel moet bewaken dat je anderen meeneemt. Dus dat was weer een nieuw leerpunt.